als lokaal bestuur voel ik me op dat vlak wel in de steek gelaten. Omdat heel veel zaken beslist worden op een hoger niveau. Onderwijs is Vlaamse materie eigenlijk, dus daar zit eigenlijk de kern van heel het verhaal. Heel veel beslissingen rond corona worden federaal genomen en die worden dan eigenlijk doorvertaald naar het lokale. Maar het is heel moeilijk voor een lokaal bestuur om zomaar, alsof dat het niks is, een aantal zaken uit te voeren ook effectief. Want de maatregelen die dan genomen worden door een veiligheidsraad bijvoorbeeld, ja, die zijn niet op maat van een stedelijke context. Integendeel. Dus wij kampen dan met een aantal uitdagingen om dat op een deftige manier te vertalen naar ons onderwijssysteem binnen onze stad. Er zijn in Antwerpen best heel wat leerlingen die sinds de lockdown eigenlijk niet meer gecontacteerd zijn kunnen worden of die wat verdwenen zijn in het niets, die er niet zijn in die online lesomgevingen. We hebben ook met een directeur gesproken, Jeff Groffe. De laatste dag voor de lockdown zijn die leerkrachten echt nog gaan aanbellen, gaan telefoneren. Maar soms blijkt ook dat die leerlingen ook thuis niet meer te vinden zijn. Hij zei ook dat scholen veel hulp krijgen van de stad Antwerpen en het OCMW om die moeilijk te contacteren of lokaliseren leerlingen te vinden. Maar hoe doen jullie dat juist? Hoe gaat dat in zijn werk? Voor het paasverlof is er een onderzoek geweest door het lokaal overlegplatform met de verschillende scholen en de schoolbrug, die dat eigenlijk heeft uitgevoerd. En daar kwamen die zeer verontrustende cijfers naar voren dat we tussen de 20-30% van onze leerlingen toen niet konden bereiken. Dan hebben we een tandje bijgestoken tijdens het paasverlof, omdat we ook allemaal wisten van kijk, na Pasen gaan we naar een nieuwe vorm van onderwijs, het afstandsleren. En het is heel belangrijk dat je al je leerlingen bereikt. En daar zijn we gaan kijken ook naar andere onderwijspartners, waaronder inderdaad het OCMW, zoals Jeff heeft aangehaald, maar ook onze jeugdwerkers, omdat die ook heel dicht staan bij hun gezinnen die ze opvolgen, met de vraag van, kunnen we dat getal alsjeblieft reduceren? Hè? Kunnen we dat zo laag mogelijk krijgen, het aantal leerlingen dat we niet bereiken? Ik denk dat die inhaalbeweging aan zich wel goed verlopen is. Op dit moment zijn er, ik dacht, ongeveer in de 200 leerlingen die we nog altijd niet gecontacteerd hebben, hè, de dag van vandaag. Dat is nog altijd te veel, hè, voor alle duidelijkheid. Dat zou er eigenlijk nul moeten zijn, maar dat is wel de realiteit. En desondanks al die inspanningen, hè, van de scholen, van de schooldirecties, van de leerkrachten, van jeugdwerkers, van OCMW, dan nog moeten beseffen dat er toch nog altijd kinderen zijn die wij niet bereiken. Ja, dat doet wel iets met u als, met mij als moeder, maar ook met mij als schepen van onderwijs, omdat ik vind dat elk kind recht heeft op deftig onderwijs. En dan probeer je allerlei manieren te verzinnen om die kinderen ook te bereiken, maar we gaan een kat en kat noemen en ik kan er heel eerlijk in zijn. Ik vrees dat er een aantal door de mazen van het net gaan blijven glippen. En daarom mijn oproep ook, ik vind het heel belangrijk dat de scholen die nu heropenen vandaag, zeer symbolisch, dat die toegankelijk zouden zijn voor alle leerlingen. We hebben opgelegd gekregen vanuit Vlaanderen van kijk, het zullen de eerste, tweede en zesde studiejaar zijn van het basisonderwijs en het laatste en zevende jaar van het secundair onderwijs. Ik begrijp dat. Dat er rekening moet gehouden worden met de veiligheid en met de haalbaarheid ook. Maar toch wil ik benadrukken dat het ontzettend belangrijk is dat we die scholen in mate van de veiligheid te toelaten terug openstellen voor al onze kinderen. Omdat ik geloof dat dat nog altijd de enige en de beste manier is om al die leerlingen terug naar school te krijgen. Om, en dan heb ik het niet over leerdoelen en eindtermen behalen enzovoort, wat ook belangrijk is, maar vooral over het aspect welzijn. Ik maak mij zorgen over die kinderen die we dan niet kunnen bereiken. Ik weet niet in wat voor thuissituaties dat die zitten. We kennen hun noden niet, we kennen hun vragen niet. Dus momenteel weten we eigenlijk niks van die kinderen. En daarom dat ik hoop dat als we zo snel mogelijk groen licht krijgen om alle scholen open te stellen voor alle leerlingen, dat we dat getal ja, tot nul gaan kunnen reduceren. Ik maak mij geen illusies, want ik weet ook wel dat heel veel ouders schrik hebben nog om hun kinderen naar school te sturen. Ik wil hen daar ook in geruststellen, omdat ik weet hoe hard de schoolteams in Antwerpen hebben gewerkt om die scholen terug open te kunnen stellen. Dat die er alles aan gaan doen om dat in zo veilig mogelijk omstandigheden te laten verlopen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat ouders ook beseffen
dat hun kind in goede handen is. En dan doe ik ook een warme oproep naar ouders toe, van kijk, als het kan, stuur dan uw kind naar school. Omdat als we willen dat al onze kinderen dezelfde kansen krijgen om een mooie toekomst op te bouwen en volgend jaar vanaf het begin te kunnen volgen, dan denk ik dat het ontzettend belangrijk is om iedereen weer de kans te geven om dit schooljaar op een fijne, maar op een zo normaal mogelijke manier om dat af te sluiten. Ik denk dat dat ook de boodschap mag zijn nu. We hebben ons heel erg gefocust op die leerdoelen en eindtermen en evaluaties en examens afleggen en we moeten presteren en scoren en noem maar op. Dat typeert Vlaanderen dan weer waarschijnlijk, denk ik dan. En ik zal zeker en vast niet zeggen dat dat niet belangrijk is. Maar wat dat mijn grootste bekommernis op dit moment is, is eigenlijk het welzijn van onze jongeren. Had het dan misschien niet logischer geweest om die groep leerlingen eerder naar school te laten komen dan specifieke leerjaren? Wel, ik heb daar een probleem mee, omdat dat voor mij stigmatiserend overkomt. Want hoe ga je dan bepalen welke leerling dat dan wel nodig heeft en welke leerling het niet nodig heeft? En natuurlijk kan je dan zeggen, maar we kijken naar de leerkrachten, want die hebben daar zicht op. Twee derde van het schooljaar was al voorbij. Maar dan nog is dat stigmatiserend naar die leerlingen zelf toe. En ik geloof, en ik blijf erin geloven, dat een groep, dat een klas elkaar nodig heeft. En dat wordt gevormd door sterke leerlingen, middelmatige leerlingen en de iets minder sterke leerlingen. En die hebben elkaar allemaal nodig om te kunnen leren. Voor mij is school niet alleen maar een gebouw waar je kennis op doet. Voor mij is school ook een gebouw, ook een thuis, waar je elkaar meehelpt om klaar te zijn voor het leven. Leerlingen leren van elkaar. De sterke van de zwakkere, de zwakkere van de sterkere, op een of andere manier. Dus ik denk dat je alle leerlingen de kans moet geven om terug naar school te gaan. Want het is niet omdat je goed kan volgen, dat je mee bent. Ook die leerlingen hebben nood aan dat sociaal contact. Die snakken ernaar om terug hun vriendjes en hun vriendinnetjes te zien, hun leerkrachten te zien. Gewoon het normale terug te kunnen doen. Want in het begin vinden die dat allemaal geweldig waarschijnlijk. Ja, geen school. Mijn zoon ook. Wow. En nu zit hij te wenen bij manier van spreken. Mama, ik wil naar school. En die mag niet naar school. Nog een iets persoonlijke vraag. U bent zelf op 6-jarige leeftijd naar België gekomen zonder Nederlands te spreken. En dan komt u in een taalbad van een school en spelen met andere kinderen en veel in contact komen met die taal, wat waarschijnlijk ook wel helpt om die te leren. Er zijn veel anderstalige nieuwkomers die nu die schooltijd missen. Hebt u daar een idee over hoe je dat zou kunnen oplossen? Wij hebben al gevraagd, of we hebben al het signaal gegeven naar de minister, dat het echt wel ook hoogdringend tijd is om aan onze anderstalige nieuwkomertjes te denken. Nu, in het basisonderwijs zitten die eigenlijk mee in de flow, in het secundair niet. En het is ontzettend belangrijk, ook voor hen, om het schooljaar op een deftige manier te kunnen afsluiten. Dus we kunnen het alleen maar signaleren. En ons stedelijk net is al sowieso bezig om na te gaan van hoe kunnen we dat ook realiseren? Hoe kunnen we dat ook mogelijk maken? En voor onze kinderen die nood hebben om die taal inderdaad te leren. En die leer je, en ik ben daar het levende voorbeeld van, het beste. Door met andere kinderen om te gaan, door naar school te gaan en door te praten. Door dag in dag uit die taal ook te kunnen praten. Dus we hebben het signaal al gegeven. Het zal ook een beetje afhangen van Vlaanderen of dat daar wordt op ingegaan of niet. Maar desondanks denk ik dat heel veel scholen, vooral binnen het stedelijk net, al bezig zijn om daar heel bewust over na te denken. Van hoe kunnen we daar een mouw aan passen. Aan de andere kant, en dat is ook nog zo'n maatregel die heel belangrijk is, de zomerscholen voor onze anderstalige nieuwkomertjes, die we eigenlijk al jaren doen, die blijven ook dit jaar. Die gaan we dit jaar ook doen. En we gaan ook proberen om dat uit te breiden naar meer onderwijsgerichte aanpak. Dus je hebt het aanbod vanuit de vrije tijd om die kinderen de kans te geven om hun Nederlands bij te spijkeren. Nu willen we dat aanbod verruimen om vanuit onderwijs alle kinderen die er nood aan hebben, ook de kans te geven om de achterstand die er opgelopen is, om die weg te werken. En ook daarbinnen willen we een speciale plaats hebben voor onze anderstalige nieuwkomertjes. Dus we denken wel zeer creatief na van, mocht het nu niet zijn dat het effectief officieel mag, voor ons ook in het onderwijs denk ik dan, dan willen we toch wel een plan klaar hebben om in de zomer daar een inhaalbeweging in te kunnen doen.
Nu lijkt mij niet het ideale moment, omdat we echt wel met een heleboel andere zaken bezig zijn. Hè? Met heropstart van de scholen, het afsluiten van de scholen enzovoort. Maar op een bepaald moment gaan we dat wel moeten doen. Want ik zeg het, de tekorten aan leerkrachten in een groot stad als Antwerpen is zeer prangend. Is echt zeer prangend. En de enige manier, denk ik, of een van de manieren om daaraan tegemoet te komen, is bijvoorbeeld onder andere die vaste benoemingen. Dus ik begrijp wel dat het nu slecht uitkomt. Ik begrijp dat. Maar ik ben zelf wel pleitbezorger om dat een van de komende maanden wel terug op de agenda te zetten. Omdat het probleem intrinsiek zo zwaar aan het worden is, dat scholen dat niet meer kunnen trekken, ook niet het tekort aan leerkrachten. Het beroep van leerkracht op dit moment is niet de meest populaire beroep. Hè. En ik denk dat we daar ook iets aan gaan moeten doen. Dus naast het gegeven dat de minister voorstelt van kijk, we gaan iets aan die benoemingen moeten doen, denk ik dat er ook nog een heleboel andere zaken zijn waar wij iets aan gaan moeten doen. Zoals bijvoorbeeld het imago van het beroep zelf, maar ook bijvoorbeeld hoe zit dat met die zij-instromers. Hè. Mensen die eigenlijk expertise hebben binnen een bepaalde domein en die staan te springen om ja, dat ook mee te geven binnen het onderwijs, maar omwille van de klassieke redenen van ons zijn die tijd niet kunnen meenemen enzovoort, dat niet kunnen doen. Ik denk dat we daar binnen onderwijs een aantal heilige huisjes gaan moeten durven omverstampen om die vernieuwing van onderwijs op gang te zetten. Ik heb heel veel leerkrachten gesproken het afgelopen jaar die zeer gefrustreerd waren omwille van die vaste benoemingen. Hè. Die zoiets zeggen van ja, waarom zouden we het eigenlijk blijven doen als wij zelf geen zicht hebben op een deftige plaats in een fijne school. Want elke keer dat we ons daarin werken en mee zijn met het verhaal en mee zijn met de visie, want elk schoolteam heeft natuurlijk een eigen visie. En volgend schooljaar weten we eigenlijk niet, ja, gaat het zijn of gaat het niet zijn. Is niet alleen frustrerend, maar dat doet wel iets met u als persoon. Hè? Als je vol een bak wilt inzetten, maar je hebt altijd het gevoel dat eigenlijk niet verandert. Dan denk ik dat wij moeten durven om met de minister en de netten rond de tafel te gaan zitten en daar iets effectief in te doen. Maar is dat niet een heel belangrijke beslissing en is dan het niet een rare moment om daar dan nu over te gaan beslissen? Ik denk ook niet dat het moment is nu. Dan wil ik tegen u zeggen, van, ik vind het aan zich geen slecht iets. Alleen zijn de scholen nu met heel wat andere dingen bezig en wij eerlijk gezegd ook. Ik denk vanaf het moment dat we uitzicht hebben op een post-corona-tijdperk, en ik weet ook niet wanneer dat gaat zijn, maar dat we dan wel een aantal andere hekele punten binnen onderwijs, waaronder tekort van leerkrachten, capaciteitsverhaal enzovoort, dat we dat wel gaan moeten opnemen. We gaan dat niet jaren kunnen uitstellen. Hè? Dus we gaan dat op een moment wel bespreekbaar moeten maken. Goh, ik ga iets heel stout zeggen, ik ga me daar weer niet populair mee maken, maar kijk, so be it. Ik heb het heel moeilijk met al de verzuiling binnen uw onderwijsdomein. Ik zal het nogmaals zeggen, voor mij is het belangrijk, is het belang van het kind. En hoe kan jij onze kinderen, of hoe kunnen wij onze kinderen, onze jongeren klaarmaken voor een toekomst met perspectief, hè, waar iedereen zicht heeft op een huis en een tuin en werk en noem maar op, en kan groeien. Want onderwijs moet ook meer zijn dan alleen maar klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Hè. Ik vind ook dat onderwijs u moet kunnen bezielen en u rijker moet kunnen maken als mens. Dus persoonlijk vind ik, maar dat is mijn pragmatische ik, dat daar veel te veel differentiatie is binnen heel dat onderwijsdomein. Waardoor je eigenlijk vaak meer bezig bent met je eigen instituut staande te houden dan met het belang van uw kinderen. Dus, en daarmee bedoel ik me heel stout. Ik heb zoiets van, kijk, en dan moet ik zeggen, opletten wat ik zeg, en hoe dat dan als een bom gaat ontploffen in de pers. Kunnen we niet gezamenlijk met ons allemaal het belang van het kind voorop stellen? En kunnen we niet vanuit daar vertrekken en onderwijs dan invullen, in plaats van al die heilige huisjes die we zo graag willen bewaren, want dat maakt de ene gelukkig dit en dat maakt een ander gelukkig enzovoort. Ik zou daar tabula rasa mee doen. En wat zijn die heilige huisjes? De koepels bijvoorbeeld. Ik kan mij niet inbeelden dat het belang van het kind, dat niet primeert bij de koepels. Natuurlijk doet het dat wel. Hè? Want uiteindelijk wil je toch onderwijs zodanig organiseren
dat uw kinderen er het beste uitkomen. Dus elke koepel doet al het mogelijke om het kind zo goed mogelijk te vormen naar de toekomst toe. Je hebt heel veel netten. Je hebt heel veel spelers op de markt. Ja? En dat is niet slecht, hè? Voor alle duidelijkheid. Ik zeg niet dat dat slecht is. Ik zeg gewoon, dat maakt heel uw beleid naar onderwijs wel heel ingewikkeld. En u vroeg mij, hoe zit dat met de crisis? En wel, ik zal u één ding zeggen. Het is heel moeilijk om uniformiteit te bekomen in uw beleid als je al die verschillende partners hebt. En die partners hebben dan op hun beurt allemaal verschillende schoolbesturen. En die schoolbesturen die hebben op hun beurt dan allemaal verschillende scholen. Als je dan een beslissing neemt boven, ik zal u één ding zeggen, totdat als die beneden geraakt is, is dat niet meer dezelfde beslissing. En ik denk in tijden van crisis dat uniformiteit een hele belangrijke is. En dat wordt alleen maar moeilijker als je met zoveel spelers op het terrein bent. Heb ik het nu voorzichtig uitgelegd? Ik hoop het wel. Dus ik hoop dat we kunnen leren uit de fouten die we maken. En ik hoop dat dat leren, dat dat netwerk overschrijdend kan zijn. En dat we daarbij het belang van de kinderen altijd voorop stellen. En dat kan soms ten koste gaan van uw eigen visie of uw eigen denkkader. En dan denk ik, ja, so be it. Als dat kinderen kan beter maken en beter voorbereiden op de toekomst, dan vind ik dat dat een vraag is die we zouden moeten overwegen.